Technologische ontwikkelingen van de komende 50 jaar zullen zoveel impact hebben op het landschap, dat we deze niet langer meer kunnen indelen in verschillende hokjes. We moeten juist gaan kijken naar verschillende systemen en deze samen proberen te brengen. De overheid kan hierin faciliteren door verschillende partijen samen te brengen, die kunnen zorgen voor een interessante en bijzondere oplossing voor het landschap van 2070. Een landschap is zoals een landschap als je het kan beleven. Dus het Rijk van Dommel en Aa. Wat gebeurt er met het landschap op de hele lange termijn en hoe moet je daarop ingrijpen om die kwaliteiten, om die te waarborgen of om die te transformeren, om die actueel te houden? Wat zijn nou de trends die dat landschap bepalen? Kunnen wij daar in de komende 10, 20 jaar, kunnen we daar iets mee? Als je op de wat kortere termijn kijkt, of eigenlijk als je gewoon om je heen kijkt, dan zie je dat eigenlijk al heel erg veel gebeurt. We noemen dat toch zogenaamde game changers. Op het gebied van technologie vaak, de automatische auto, open data. Er zal ongelooflijk veel veranderen in de manier waarop we met beleid omgaan, waarop bewoners invloed hebben, waarmee we met allerlei gegevens om kunnen gaan, die allerlei verschillende nieuwe bedrijven kunnen initiëren. Energieopslag, deeleconomie, landbouw. Begin maar eens even te kijken wat er in de komende 10, 20 jaar op het spel staat. En kijk hoe we daarop kunnen aanhaken. Dit alles kan ook niet los worden gezien van onze verstedelijking en onze steeds stedelijker wordende cultuur. Wij kunnen natuurlijk wel denken vanuit het landschap, maar het landschap of de stad denkt zelf ook wat zij met het landschap kan doen en wil doen. De manier waarop wij energie opslaan leidt tot een enorm veel kleinschaliger manier van energieopslag, productie. Het kan er ook voor zorgen dat we autonomer worden als regio. Dat we niet meer afhankelijk zijn van de grote gebeurtenissen in de wereld op het gebied van energie. Eenzelfde voorbeeld is de impact die de automatische auto zou kunnen hebben op het netwerk in de stad. Niet alleen de buurtstraten, maar ook de capaciteit van snelwegen zal enorm toenemen. Aanhaken bij gamechangers met de grote vraag, zijn wij nu te optimistisch? Leiden wij aan techno-optimisme? Zijn wij een soort Silicon Valley hippies die denken dat als we hier maar mee doorgaan, dan lost het zich vanzelf op? Dat denken we niet. Ontwikkelingen in de tech of in de technologie kunnen altijd twee kanten op. Dus je moet er wel op ontwerpen en je moet aan sturen. Dat is ook precies waarop we willen aanhaken. We willen op dat niveau aanhaken dat deze gamechangers eigenlijk de motoren zijn voor een deel voor de landschappelijke en stedelijke strategieën. Het tussengebied. Wij willen naar een gelaagde strategie en we hebben voorlopig 4 samenwerkende systemen gedefinieerd. Het eerste systeem is eigenlijk het bekersysteem en hiermee willen wij proberen te gaan met klimaatverandering. Ons nieuwe systeem houdt in dat we in de stad regen gaan opvangen. Het wordt gezuiverd samen met het rioolwater. Tegelijkertijd kan je in het hemelwater ook enige energie opwekken. Vervolgens kunnen we de mineralen daaruit oogsten en ontstaat er een gebalanceerd systeem. Dan het volgende systeem is ons snelwegensysteem. Zoals Marcel ook al zei, gaat onze mobiliteit gaat radicaal veranderen. We krijgen smart mobility. We krijgen veel minder ruimte hebben we nodig voor ons vervoer. Waardoor er ook heel veel ruimte vrijkomt rond onze snelwegen. Er is minder kans op ongelukken, omdat de auto's met elkaar kunnen gaan communiceren. Snelheden kunnen makkelijk worden aangepast, ook omdat we dus met elkaar kunnen communiceren. En we kunnen auto's gaan delen. Het volgende systeem is het parkensysteem. Zoals we net gezien hebben, hebben we stroken met verdichting langs de snelwegen. Omdat die snelwegen minder ruimte nodig zullen hebben. Bij die verdichting van de stad hoort ook dat er toch ruimte blijft om een goede leefbare omgeving te hebben. En hiervoor wordt een parkennetwerk geregeld. Dit parkensysteem is behalve dat het goed is als groen contrast voor de dichte verstedelijking, biedt het ook ruimte aan recreatie. Het biedt ruimte voor waterberging. Bijvoorbeeld ook stadslandbouw kan hier een plek gaan krijgen. Al deze ontwikkelingen vragen om niet alleen verdichting, maar ook de ruimte om toch ook die andere dingen in de stad op te nemen. En er ontstaat dus een systeem waarbij de wonenmobiliteit
recreatie, waterberging, wat ecologie gecombineerd worden. Dit zorgt dat, ondanks dat Eindhoven zal groeien, toch ook de kwaliteit voor de inwoners behouden blijft. Natuur staat op dit moment onder druk omdat er verstedelijking is, omdat de intensieve landbouw voor veel vervuiling zorgt en veel leefgebieden aantast. En ook door klimaatverandering. Wat we dus kunnen zien aankomen is dat er, behalve dat er een ecologische structuur is, is er ook een gebied waar deze structuur zich mengt met de stad en waar deze structuur zich mengt met de landbouw. De landbouw zoals wij die nu kennen is vervuilend, maar intensieve landbouw, het is maar de vraag of dat zich door zal zetten, omdat deze intensivering in dit gebied wellicht te veel ruimte vraagt. Dus een kleinschalige vorm van landbouw kan heel goed gecombineerd worden met deze ecologie. En zo ontstaat er een structuur die groter is dan alleen het ecologische hoofdstructuur, maar waar ook de randen van dat gebied kunnen worden meegenomen. De huidige landbouw in het gebied is in conflict met de natuur, met het water. Het is vervuilend voor het water. En het is eigenlijk ook in conflict met de verstedelijkingsopgave. Onze conclusie is eigenlijk, we hebben geen gamechanger gevonden die hun gaat redden. Misschien komt hij nog. De overheid moet er tussen komen. De landbouw zit klem in dit gebied. Tussen twee steden, maar zit ook klem in zijn proces, in zijn productieprocessen. De kleinschalige landbouw moet onderdeel worden van de stedelijke samenleving. Kijk niet naar 50 jaar, maar kijk op de kortere termijn, omdat daar al een aantal game changes heel veel invloed zullen hebben op het landschap. Van belang is dat je naar een planning gaat die niet alleen noord-zuid gericht is, door de EAS en de natte infrastructuur, maar ook eentje die op oost en west gericht is. Met andere woorden, kijk naar het landschap ook vanuit de stad. Niet alleen maar vanuit de stad, maar ook vanuit de stad. En een belangrijke rol als het gaat om de landbouw voor de overheid. Ik vond het een haarscherpe weergave van een heel groot dilemma. Als er één landschap is waar wij in hebben geleefd de laatste 50 jaar, is het wel het snelweglandschap. En daar hebben we in toenemende mate last van gehad. Dat heeft tot de meest verschrikkelijke dingen geleid. We zijn er nooit echt uitgekomen, hebben we nooit echt opgelost. En jullie laten zien hoe zich dat uiteindelijk tot een heel ander soort landschap zou kunnen gaan omvormen. Ik vind het geweldig dat jullie een van de eerste groepen zijn die ik nou de hele dag gehoord heb, die überhaupt wat dieper doordenkt over technologie en de game-changing rol daarin. Omdat ik dat eigenlijk de rest van de dag nauwelijks substantieel aan de bod heb zien komen. Dat gebeurt hier prachtig. Het enige wat mij dan als oud landbouwministerieman opvalt, is dat jullie bij die landbouw dan meteen met de handen in het haar of de hoed in de ring. Terwijl ik denk, bijna alles wat jullie lieten zien aan technologieën heeft direct impact en wordt ook al gebruikt in die landbouw.